Het wapen van Ankeveen dreigde na meer dan 100 jaar de deuren te sluiten. Maar daar steken deze vier vrienden een stokje voor. Het idee ontstond aan de bar. Nou, dat was op Koningsdag. En dat zijn meestal niet de beste dagen om beslissingen te nemen. Maar we hadden zoiets van, ja, als dat er volgend jaar niet meer is, dat slaat nergens op. Misschien toch wel een leuk idee om het samen te doen. En de volgende dag waren we daar eigenlijk nog wel enthousiast over. Dus toen hebben we nog een paar keer overlegd. En zijn we toch wel tot de conclusie gekomen dat het toch wel echt leuk is om te doen. Zo gezegd, zo gedaan. Maar er moet nog een hoop gebeuren voordat de kroeg donderdagmiddag open kan. Ja, we moeten alles nog netjes maken, oppoetsen natuurlijk. Dingen op een plek zetten, opruimen. Drank koud zetten, heel belangrijk denk ik. We moeten nog iemand, een vrijwilliger vinden om de wc schoon te maken. Dat zou ik zelf wel worden denk ik. En ja, dat gaat helemaal goed komen, want zoveel werk hebben we niet meer. De kroeg is erg belangrijk voor Ankeveen. Ja, het is echt het centrum van het dorp, denk ik. Wij komen ook allemaal uit het dorp. Het is stemlokaal, feestlocatie, feest en partijen achter. Ja, hier heeft heel Ankeveen eigenlijk wel een condoleance of een feest of een bruiloft gehad. Ik heb hier zelf ook mijn bruiloft gevierd. En kun je even een biertje voor ons tappen? Nee, want de Heineken is nog niet geweest. Dus we hebben geen bier. Dat is, we kunnen flesjes bier verkopen en colaatjes en koffie en zo. Maar we hebben nog steeds geen vaten. Dus die moeten wel echt naastig komen, want anders hebben we echt een probleem. Maar dan is daar opeens de verlossing. En gaan jullie er rijk van worden? Nou, die kans achten we niet zo heel groot. Nee. Het zal ons wel heel blij verrassen, dat wel. Maar nee, dat niet. Nee, het is echt voor de gezelligheid, voor de leuk. We vinden het allemaal leuk om te gaan doen. En ja, dat is de nummer één. En, voor de rest zullen we wel zien. Proost.